toen de wedstrijd begon, dacht ik niet Sint-Jos gaat hier verliezen met 4-0. Nee, inderdaad. We begonnen vrij aardig. Ik denk dat de beste kansen zeker de eerste 10 minuten, een kwartier, echt wel voor ons waren. De doelverdediger van Alvesvoort was niet echt safe? Nee joh, nee, inderdaad. Maar weet je, ik denk dat zie je bij ons het verschil met hun, denk ik. Het is toch een lesje effectiviteit hier, hoor. Wij hebben er 4, 5, 6 kansen nodig, gaat er geen één in. En de eerste aan hun, aan onze kant, die vliegt gelijk binnen. En dan maken ze nog 2-0, maar die werd afgekeurd, gelukkig voor jullie. Na rust komen ze dan helemaal terug tot 4-0. Maar weet ik wat ik zo vreemd vond? Waarom speelt de doelverdediger van jullie nou die bal zo hoog in de lucht? Waarom niet even lekker over de grond naar een van zijn verdedigers en dan bouwen een aanval? Ja, dat zie je bij hun ook de eerste helft. Hij speelt die verdediger aan en het volgende wat hij doet is de bal lang geven. Dus daar kiezen wij dan voor om het gewoon direct vanuit de keeper te doen. Ja. Ik denk ook niet dat daar direct een goal uitgekomen is. Als je hun goals bekijkt. 2-3 keer gewoon weggecounten. Nou ja, dat is ook een kwaliteit. We hebben de wind mee, wij hebben de wind tegen. Nou ja, ruimte in de rug en een paar goede counten. En legt gewoon 2 keer in 10 minuten in. Ja, dan sta je 3-0 achter en we beginnen daar nog maar eens aan. Jullie begonnen zo goed in deze competitie in de vierde klasse C. 4 bovenaan en op een gegeven moment komt de klat erin. Ja, weet je, u bedoelt de periode. Ja, klopt. In principe hadden we deze periode, we hadden het heel goed op de rit in principe, voor de winterstop. Ja, dan verlies je van Oosterhuizen. En dan win je van Berkhout en dan verlies je deze ook weer. Ja, als je een periode wil winnen, dan moet je er geen 2 verliezen in 7 wedstrijden. Geen 4-0 verliezen van Alvesvoort, want dat was eigenlijk voor jullie toch wel een belangrijke wedstrijd. Ja, klopt. Nou, weet je, het is de koploper, je weet dat het lastig wordt. We hadden een serie van 7 wedstrijden. De eerste 5 hadden we in principe alle punten moeten halen. En hadden we daarna Voort en HSV Sport gehad. En daarin hadden we een paar puntjes mogen laten liggen. Maar dan moet je niet van tevoren al eentje verliezen. En als je dan hier ook verliest, dan wordt het volgende week heel lastig. Ik denk dat het onmogelijk is ondertussen. Ja, HSV Sport, eigenlijk de kampioenendoder. Hè? Ik heb ze gezien tegen de Valken toen ze heel erg fanatiek speelden. Ook tegen Alvis Voort. En ook tegen jullie? Nou, eigenlijk bij ons thuis... Nou, waren we eigenlijk beter, maar wederom lesje effectiviteit. We krijgen er 2 om door, scoren zelf niet. Ja, dan sta je 2-0 achter en verliezen aan. Je loopt nu een beetje achter de feiten aan, maar je wil het nog wel een periode pakken? Nou ja, weet je, in principe met dit team kunnen we best leuk meedoen. Zeker bij de eerste 4 kunnen we aardig meedoen. Laatste periode, ja, dan kom je in ieder geval alles voort en AC Sport niet meer tegen. Strandvogels nog wel, maar Strandvogels, daar spelen we eigenlijk altijd, verliezen we eigenlijk bijna nooit. Ik moet opletten wat ik zeg, maar... Ja, natuurlijk gaan we het proberen. Weet je, we willen best die na-competitie in en we denken ook dat het team er klaar voor is. 3 jaar terug speelden we nog 3e klasse, wel met iets ander team. Maar ja, als ik deze jongens weer bekijk, denk ik dat we dat wel weer kunnen doen. Sint-Jos was eigenlijk een afdelingclubje in het verleden, 7e klas zelfs. Ja. Kijk, we begonnen 5e klasse. Toen ik begon te spelen, begon 5e klasse. 2 jaar op rij kampioen, ja, sta je zomaar in 3e klasse. Handhaaf je het eerste jaar met na-competitie. Dan weet je dat het jaar daarna natuurlijk heel lastig wordt, maar... Toen vlogen we er ook uit. Maar ja, het is natuurlijk wel leuk als jij als Sint-Jos zijn en bij clubs als Den Helder en bij Hercules Zaandam en dat soort clubs komt. Nou, ik zei het al voor de wedstrijd, Sint-Jos doodde de draak, maar vandaag doodde hij de draak niet, hè? Nee, vandaag waren we, nou ja, zeg maar gerust, niet helemaal kansloos, maar zeker na die 3-0 was het gelopen, hoor. Was het klaar.